Doe het. In gesprek met Dave, Dave Donkervoort. Hoi. Een van de mooiste stemmen van de Nederlandse radio. Ja, een van de laagste stemmen ter wereld zelfs. Ja, heb je het opgemeten? Ja, nou, opgemeten. ja, een hele rare broer. Mijn broer die signaleerde een man op YouTube. En die pretendeerde de laagste stem ter wereld te hebben. Ik weet even zijn naam niet. Staat ook in het World Guinness Book of Records. En we zaten bij elkaar. En voor de gein probeerde ik. Het doet ik. Oh. Ja. Dus ik ging dat meedoen. En toen bleek gewoon dat ik net zo laag of nog lager dan die man kon. Ja. Dus toen dacht ik van, hey, wacht eens even. Als ik lager dan die man kom, dan is niet hij, maar dan ben ik de man met de laagste stem ter wereld. Ja. En dan moet ik eigenlijk het World Guinness Book of Records even bellen. En die man die wordt namelijk door, ik geloof, een stuk of 7, 8 koren verspreid over de wereld uitgenodigd om mee te komen zingen. Ja. Verdient die bakken met geld mee? Zit, ja, dat wil ik ook wel. Ja. Ik wil ook wel bakken met geld verdienen. We zitten nu in je studio. Ik zal even een kleine shot maken van wat hier allemaal staat. Hoe lang bestaat deze studio al, Dave? Vanaf 2007. Ik heb deze eigenhandig gebouwd. Gemetseld alles. Dit stond er eerst niet? Nee, dit is aangebouwd. Dit is een aanbouw van het souterrain. Dus hierboven is mijn dakterras. En hier achter deze deur is mijn slaapkamer. We kwamen de scheepstrap af. Ja. Die is niet van de Noordernij. Is niet van de Noordernij, nee. Wel van een boot, maar ik weet niet welke boot. Waarschijnlijk eentje die gezonken is. En ik was zo blij toen ik hier binnenkwam. De koptelefoon, de beste alle tijden. Dit is gewoon de koptelefoon. De SC45. Niet ouwe hoeren, dit is hem. Ja. Weet je waarom? Nou? Ik heb een vrij lage stem. En als ik dan die moderne koptelefoontjes op ga zetten, daar zit heel veel laag in. Daar zit ook nog een bass boost in. Bijvoorbeeld zo'n Dr. Dre ding. Ja. Verschrikkelijk. Ja. Je moet jezelf toch kunnen verstaan, zeg. Ja, man. Ja. Ik ga zwabberen als een gek. Vroeger had je bij Ted de Braak had je die twee oren. Ik weet nog herinneren. En dan hoorde je met een naband jezelf vertraagd terug. En dan gingen die mensen zo... Hey. Ja. Dat effect heeft het bij mij ook, zo'n bassige koptelefoon. Ja, iedereen lachte mij ook altijd uit met deze SC45. Dat is maar lekker veel mid. Ja, hij sluit goed. Zeker. Ah, dan moet ik zeggen dat deze wat minder. Bij mij kwam het schuimrubberig op een gegeven uit. Maar ook die DJ's die mixen, hè, die staan met zo'n hompende koptelefoon op hun kop. Staan ze te mixen. En ik vind dat als je staat te mixen, moet jij heel goed het moment kunnen lokaliseren waar die bas zich aanbiedt. Dus als jij... woe hoort, dan weet je niet waar die bas ergens zit. Ik heb liever, die bas die moet bij mij een soort tik worden. Ja. Tik. Ja. Dan is dat wat veel je beter. Wil, ritmisch ook juist, de muziek mee kunnen natuurlijk, gaan. Daar gaat het om. Dus als je een zompige koptelefoon op je knar hebt, dan daar moet je niet mee gaan mixen, want dan bak je er geen toeter van. Ja. Oké, even voor mensen een introductie, want niet iedereen is zo ingewijd in de radiowereld als jij en ik. Kun je kort iets vertellen over hoe jouw radiocarrière tot dusver verlopen is en wat je allemaal gedaan hebt. We kennen je van Radio 10, 100% NL heb je nog gedaan, maar daarvoor was ook nog een heel traject. Kun je daar kort iets over vertellen? Ja. Waar ben je begonnen ooit? Met piraten. Er komt in één keer een prachtig mooie anekdote. Maar ik ben mijn moeder thuis. Mijn ouders waren gescheiden toen ik 11, 12 was. Mijn moeder 4 kinderen. 1973 was dat, geloof ik. Of 74. En ik kreeg in 75 een zendbakje van mijn vader. 27 MC? Ja. En daar ben ik mee gaan zenden. Op 1 juli 75 werd het bezit van zendapparatuur verboden. Staatssecretaris Van Hulten die had dat doorgedrukt. Dus eerst gingen Veronica en Noordzee in 74 uit de lucht. In 75 werd het verboden om nog langer met zo'n 27 MC bakje uit te zenden. Dus je kon die toen ook inleveren bij de politie en dan kreeg je een bewijs van inlevering. Maar daarna was je strafbaar. Heb je hem ingeleverd? Nee, want ik kreeg hem juist op 1 juli 1975. Toen kreeg ik dat bakje. Dat was ergens begin juli 1975. Ja. Dus mensen verklaarden mij toen ook voor gek. Maar ik was een jochie, 13, 14. En ik werd natuurlijk na een jaar gepakt voor de eerste keer. Grote politiemacht die bij... Een bijstandsmoedertje met 4 kinderen met groot machtsvertoon de boel in beslag kwamen nemen. Dat is 17 keer gebeurd. Ja, echt 17 keer ben ik gepakt. Dat werd natuurlijk te gek, hè, want op een gegeven moment zat ik in militaire dienst. En ik was net voordat ik in dienst ging, ben ik gepakt. Omdat ik in dienst zat, moest ik naar Nieuwe Sluis toe. Ik moest voor de rechter, ik moest gewoon
1 maand heb ik daarvoor in Nieuwersluis gezeten. En het jaar erop weer. Wow. Dus daar begon het een beetje mee. We hebben wel een leuke anekdote even om mee te nemen. Want dat weten niet veel mensen. Maar ik werd ooit gepakt in 1979. Ik weet niet de hoeveelste keer dat ik toen gepakt werd. In 1979 werd ik gepakt. Eind 1979. En toen namen ze voor de eerste keer ook mijn grammofoonplaat in beslag. En dat waren er een kleine 3000. En dat vond ik zo onrechtvaardig. Ja. Dat ik in het dorp Wiegen, waar ik toen woonde, toog ik op een vrijdagavond, het was in de winter, het was begin januari, op mijn fiets in mijn eentje, had ik in één keer in mijn hoofd het idee opgepakt om die platen gewoon terug te gaan halen bij het politiebureau. Het was een klein dorpje en op vrijdagavond was het politiebureau onbemand, zat de deur op slot en dan was er geen politie. Dus als je dan politie nodig had, moest je daar een aangrenzend dorp bellen voor de politie of weet ik wat. Dus ik ben met mijn fiets naar het politiebureau toe gefietst. Heb thuis uit de kledingkast van mijn moeder zo'n metalen kleerhanger gepakt. Heb ik uitgevouwen, een haakje eraan gemaakt. Heb ik bij het politiebureau door de brievenbus gestoken. Klik, de voordeur opengemaakt. Dat lukte. En ik ben, dat lukte allemaal. En ik liep naar binnen en daar stonden al die walkie-talkie. Ik had van alles mee kunnen nemen daar. Ik liep door dat politiebureau naar boven toe, naar de plek waar de opslag was van alle inbeslaggenomen goederen. Daar stonden mijn 3000 LP's. Ja. Ik heb een stapel gepakt, want dat kun je niet in één keer op je fiets meenemen. Bagagedrager. Dus ik heb een stapel gepakt, die heb ik op een bagagedrager gedaan voor de fiets. Snel middels eroverheen, naar huis gefietst en dat ding zwabberen door al dat gewicht. Kwam ik thuis. Weer terug naar het politiebureau, opnieuw ingebroken, de volgende stapel opgehaald. Toen kwam ik weer thuis. Toen zat er een vriend van me, die had rijbewijs en een auto. En die zei, wat ben je aan het doen? Ik zei, ik ben mijn platen bij het politiebureau aan het terugjatten. En toen zei hij, oké, nou dan help ik je wel even. Want dat gaat met die fiets, gaat dat toch, hoeveel keer moet je wel hier op en neer fietsen? Ja. Dus dan gaan we met de auto. Toen hebben we de auto achterstevoren met de klep omhoog voor de deur van het politiebureau geparkeerd. We zijn met z'n tweeën naar binnen gegaan, hebben alle platen ingeladen, klep dicht. Toen zijn we weggereden. Nooit iets van gemerkt. Een week later werd ik gearresteerd. Ja? Ja, natuurlijk. Zijn ze erachter gekomen? Ja, natuurlijk. Camera's. Ja, die politiemensen die komen daar op maandag, die komen daar op maandag op het bureau en die zien daar raar niet. Ja, al die spullen van Donkervoort, die... Je had ze allemaal meegenomen. Ik had al mijn LP's opgehaald. De rest van de spullen wel laten staan, maar die LP's... die. Ja. Ik had daar ook geen afstand van getekend. Ah. Bij de inbeslagname. En dat kwam mij goed uit, want toen ik daarvoor moest voorkomen... Toen was de rechter, die zeker eigenlijk in zijn broek. Omdat de hoofdcommissaris van politie, meneer Roos... Die was bijna op een masochistische wijze bezig met het elke keer oppakken van mij. Hij had er een persoonlijk iets van gemaakt... en die kreeg ineens, doordat een jochie van 16 zomaar bij het politiebureau kan binnenwippen, werd hij op zijn vingers getikt en tijdelijk even, geloof ik, ook uit zijn functie gezet. Daar kwam een officier van justitie uit Arnhem, kwam daar even de boel op orde stellen. Ik geloof dat hij met vervroegd pensioen is gegaan. Maar ja, hij heeft 17 keer mij opgepakt, het boontje kwam in dit geval om zijn loontje. Maar de rechter, die heeft me niet veroordeeld. Sterker nog, toen ik daarvoor moest voorkomen, en de LP's werden dus voor de tweede keer in beslag genomen, en voor de tweede keer werd er door mij geen afstand van getekend. Ja de LP, ik had dus bij het politiebureau niets gestolen, want de LP's waren mijn bezit, ik had er geen afstand van getekend. Ik had ook geen inbraak gepleegd, ik had mijn toegang tot het politiebureau verschaft, want er was geen braak. Ja. Dus de rechter die zat er eigenlijk een beetje in zijn broek te zeiken van het lachen. En ik kreeg mijn LP's terug. Ja? Ja. Ik zit hier nu met een man hier met right behind this door. Ja? Maar zit ik hier nu met een man met een strafblad of niet? Ja, zeker. Dat wel? Absoluut. Ja, dat is wel cool. Ja, vind ik ook wel. ik vind dat de DJ's op zijn minst wel een fors strafblad. Of een aantekening. Ja. Oké, en wanneer was je eerste betaalde baantje bij de radio? Dat moet wel Radio 10 geweest zijn. Ja. Nee, dat is niet waar. Het Radio Baco in Lommel. Oké, ook over de grens in België. Ja. Heb jij dat niet gekregen? Ja, ik heb bij Mystiek in Overpelt. Royaal in Hamond Achel. Dat was onze concurrent. Ja? Mystiek? Ja. Nee, Royaal wel. Dat was de concurrent wel zo'n beetje. Ik zat daar in 88. Ja. 88, ja. En in 1 februari 89 ben ik bij Radio 10 in dienst getreden. Ja. Je hebt echt het commerciële avontuur vanaf het eerste moment meegemaakt, hè? Ja. Wel leuk. Ja, dat was wel een rare tijd. Ja, waarom? Ja, Radio 10 was de eerste commerciële Nederlandse radioomroep. Ja. En had je een beetje luisteraars? Het was via de kabel, hè? En satelliet. Ja, ik weet niet hoeveel luisteraars er toen. Er waren toen ook geen metingen. Die werden er niet gedaan. Maar goed,
het was wel leuk. Er waren adverteerders, maar... Nou moet ik zeggen, ik weet er niet het hele fijne van. Nee. Ik was vooral bezig met radio maken. Ja, logisch. Dus dat hele politieke spel daarachter, dat boeide me allemaal niet zo. Maar ja, je ving natuurlijk wel wat op. Maar ik had begrepen dat de overheid op een gegeven moment wel ging aanvechten. Dat Radio 10 en Cable One van de kabel af moesten. Hè? Die U-bochtconstructie via Milaan. Dat mocht niet meer. Radio 10 won die procedure. En Cable One moest echt de ether uit ook. Die hadden weer een andere constructie, weet ik wat. Maar doordat de overheid aangaf te gaan strijden tegen die commerciële omroepen, wilden adverteerders eigenlijk niet meer adverteren. Oh, want die waren bang dat hun geïnvesteerde geld niet meer terugkwam. En daardoor liepen de inkomsten terug. Ja. En toen was daar gelukkig op het juiste moment toch wel, ik denk toch wel Herman Heinsbroek, die dat met zijn arcade toch wel weer gestalte heeft gegeven. Ja. Maar je hebt echt heel lang bij Radio 10 gewerkt, hè? Ja. 20 jaar? Zwanger? 1 februari 1989 tot wanneer nam ik mijn ontslag? 2007. Oké, okay. 18 jaar. 18 jaar, ja. Ja. Je hebt alles meegemaakt. Ja, man. Tom Mulder. Tja. Het moment dat Erik de Zwart de baas werd onder John de Mol. Hè? Ja. Welke tijd heb je allemaal zo gedaan? De ochtendshow? Ik begon in de nacht. Ik weet niet hoe lang ik dat gedaan heb. Ik denk nog geen jaar. Toen belde Ferry Maten, dat was toen mijn baas. Ja. Programmadirecteur, programmaleider. Wel lange ei. Ja, waarom? Ja, weet ik veel. Die vroeg of ik niet eens een keer een programma wilde overnemen. Volgens mij was het zelfs het programma van Eddie Keur. Ik weet het niet heel zeker. Er viel iemand uit, 's middags. En dat, nou goed. Ik was fucking nieuwsgierig. Maar ook zenuwachtig om... Ik was in één keer niet meer zo zelfvertrouwd. Je zelfvertrouwen... Ja, dat is ook goed voor je. Om je zelfvertrouwen af en toe eens een keer kwijt te raken. Ja. En het te hervinden. Mm-hmm. Komt altijd weer iets nieuws voor terug. Ik vond het echt allemaal ruk wat ik deed. Echt ruk. Ja. Later werd het wel wat leuker. Toen 10 eenmaal onder Arcade viel. En Tom Mulder inmiddels aan boord was. Dan moet ik Tom wel nageven. Die kon met een kunstgreep wel een losse sfeer creëren. Het was natuurlijk een kunstgreep, want het was niet echt los. Want Tom Mulder was eigenlijk ook een soort dictator, een Pinochet. Min of meer, ja wel. Ja, het verhaal wat ik me herinner uit die tijd, iedereen zei bij Radio 10 moet iedereen als Tom Mulder klinken. Dat is niet zo. Dezelfde galm? Nee, iedereen was zo bang voor die man dat ze maar als Tom Mulder gingen klinken. Want dan kon hij nooit kritiek op je hebben. Maar ja. Was dat het? Nou ja, dat was het niet natuurlijk. Ik maak er een beetje een raar grapje van. Maar ja, daar werd met ijzeren hand... geregeerd. Noem eens een voorbeeld. Werd je ook wel eens tijdens je programma opgebeld als je iets... Oh man. Ja? Ja. Wat eigenlijk regel nummer 1 is, dat doe je gewoon niet. Oh, ik heb wel eens tijdens mijn programma dat Mulder binnenkwam stormen en die riep... Je kop gaat eraf, Donkervoort! Gewoon omdat ik een jingeltje niet tussen twee nummers gedraaid had. Echt. Maar meende die dat dan ook? Ja, dan was hij ongesteld. Tja, man. Ja, maar dat is, wat doe je dan de rest van je show? Dan zit je toch gewoon, dan ben je er toch helemaal uit. Ja, dat was het. Het was ook een beetje de sport om een DJ net voordat het weekend begon nog eventjes een sneer te geven. Dan ging je lekker kut je weekend in. Dat meen je? Ja. Maar wat zou hij daar voor een lol uit beleefd hebben dan? Masochisme. Er zitten veel masochisten in de radio. Opleidinggevende plekken. Opleidinggevende plekken, ja natuurlijk. Ja. Nee, maar ook die jockeys onderling. Er zijn ook verhalen bekend van Peter Theekamp. Die dan, dat hoor ik wel eens van Verzomeren, die dan net voor zijn programma Vederstart op knopstart zetten. Ah, flikker, wel, alle mitten uitdraaien. Ja, man, de microfoon zacht. Weet je, dat je gewoon helemaal kut aan je programma begon. Kijk, als je gekke dingen doet, mensen een streek bakt. Dan vind ik dat prima dat je dat doet. Maar doe het voor de humor. Doe het om iets moois. Ja. Gewoon radio moet... Soer zei tegen mij, radio, the theater of the mind. Ja. En ik heb dat altijd goed in mijn oren geknoopt. En ik ben daar nog steeds mee bezig. Om dat theater gestalte te geven. Ja. Ik wil graag iemand iets horen zeggen. En wat maakt niet uit wat er gezegd wordt. Ik wil het onmiddellijk voor me zien. Ja, dat is de kracht van een goede radio. Ja, man. Vind je dan ook, ik heb Van Inkel ook gesproken, die zegt, we geven veel te veel prijs van onszelf. Ja. Met foto's online. Ja, zeker. En mensen moeten er een fantasieverhaal van maken. Ja, man. Zeker. Van Inkel praat geen poep, hè? Nee, het draait niet voor niks al zo lang mee. Maar nee, even terug naar Radio 10. Je hebt dus wat vond je de leukste tijd dan? Laat ik het zo vragen.
de allerleukste tijd bij... Ja, dat is dan toch heel tegenstrijdig. Maar zeg maar, de tijd dat... kijk, met die tijd met die verborgen telefoon, toen dat bij Radio 10 echt ging lopen. Daar hebben we ook nog eens contact over gehad. Dat je, of je dat niet voor mijn ochtendshow wilde doen, weet je dat nog? Ja. Of had ik met Jos van Heerden contact gehad? Ik denk met Jos van Heerden. Oké, okay, nou ja. Zwart, kan me niet herinneren. Oké. Okay. Wat wou ik vertellen? Oh ja, die tijd met die verborgen, dat was natuurlijk een hele mooie tijd. En toen ging het met Radio 10 goed. Hè? Ik weet dat Evers, die zat bij de KRO op 3 in de ochtend, ja. Ging daarna naar 538. We hebben toch nog een tijdje met die ochtendshow van ons toch echt vet boven Edwin Evers gestaan, ook nog wel. Cool. En dat hield het natuurlijk niet lang vol. Die gast had daar 3 mensen om zich heen die alles klaarzetten. Ik moest alles in mijn eentje doen. Ik kreeg toevallig Ger van de Brink, hij is overleden, helaas. Goede collega, maar die zat voor mij s'nachts. En dan zei Mulder die zei tegen me van, ja, Ger, die zit er toch al. Dan moet je maar even een uurtje blijven zitten om jou te produceren. Dat was alles wat ik... man, daar kon niet. Dat was een ochtendshow. En je had niemand die je hielp? Nee, man. Helemaal niks. Waar haalde je dan? Weet ik veel. Tja. Weet ik veel. Ik weet niet waar het vandaan kwam. Maar ja, zo... Eigenlijk best jammer, want die show had gewoon veel meer... Er zat veel meer in. Maar ja, als je het allemaal in je eentje moet doen... Klopt. En ik moest vaak nog tegen Ger zeggen, Ger, wil jij mij eraan helpen herinneren dat ik over 1 minuut 30 dat en dat zeg? Dus ik zat mezelf via hem te produceren. Oh zo, ja. Zo'n producer die met zijn handen over... Ja. Die kennen ze allemaal. Ja, maar we wisten ook niet wat we moesten doen. Nee. We wisten ook niet wat we moesten doen. We deden maar wat we dachten dat goed was. Ja. Ja, maar, eigenlijk best jammer, want er zat heel veel in. Ja? Heb je het idee? Of jammer. Gemiste kans? De gemiste kans niet. Maar wel een hoop gemist geld. Ja? Ja, natuurlijk, man. Ik zat daar voor een... Voor een dubbeltje. Ja, nou ja, goed. Wat er nu tegenwoordig allemaal verdiend wordt. Nu is het wel weer een beetje minder. Ja. Maar als je af en toe die bedragen van Edwin Evers hoort. En ik weet niet wat jij ooit verdiend hebt. Maar ik denk dat hij ongeveer... Maar goed. Maar is hij dat waard ook, Evers? Dat is virtueel wel. Hij brengt ook een hoop adverteerders natuurlijk naar het station toe. Hè? Ja. Maar ik vind het nu wel een beetje versuffende radio worden. Ja? Ja, ik vind het nu wel een beetje versuffende radio. Ik ben er wel een beetje klaar mee met Evers. Maar dan zeggen mensen vaak op het moment dat wij als DJ's bijvoorbeeld ook klaar zijn met een item of met een hit. Ja. Dan pas gaat de luisteraar leren. Ja, misschien is dat zo. Ja, dat weet ik niet. Wat vind je nou nu op dit moment verfrissende leuke radio? Waar zit je met plezier de radio van? Ik luister heel veel Radio 1. Voor mijn eigen. Je eigen programma's? Ja. Dat klinkt misschien heel raar. En die maak je hier? Nou, weet je wat ik doe? Die maak ik hier. Ik heb ontdekt... Kijk, bij 10 al, met die verborgen telefoon en weet ik wat. Ik weet dat ik bij 10 in de studio was ik alleen aan het werk. Ja. En ik heb altijd een rare ziekelijke neiging om in mezelf te lopen lullen. Dus ik praat in mezelf. Praat jij veel in jezelf? Ja, ook. Ja? Ja. Oké, maar hardop ook. Voel je gesprekken? Nee, dat niet. Maar ik wel. Je bent je eigen sidekick? Ja, zeker. Ja? Ja, ik heb mijn eigen sidekick. En dat ben ik ook. En er zitten er een stuk of 3 bij. Mijn sidekick heet Fallatio. En die praat een beetje zo. Je moet hem een beetje zien als... ken je Doc Brown nog van Back to the Future? Ja. Die speelde daarvoor in die serie Taxi. Die Amerikaanse serie. Geweldige serie. Die afstoffige hippie. Altijd met drugs in de weer en weet ik wat. En ja, ik heb dat altijd een magnifiek karakter gevonden. En die is het een beetje. Ook samen met nog wat vrienden uit het verleden van mij, uit mijn dorp. Allemaal karaktertjes van mensen die ik ken. En die smelt ik samen en dan maak ik er een nieuw karaktertje van. Die zet ik erbij en die doen bepaalde dingen. Ja. Dus alle mensen die, alle gasten die je hoort praten in de uitzending zijn allemaal, ben ik allemaal zelf. Ja. Leuk. En omdat dat sidekick verhaal, daar was ik een beetje klaar mee. Het is allemaal krampachtig, kunstmatig, lollig doenerij. En ik dacht van, als het dan lollig moet, dan moet het ook over de kop. Mm-hmm. Dan wil ik ook echt zottigheid. En ik dacht van, het leuke is, soms kun je als DJ bij de radio sommige dingen niet zeggen.
Maar als ik nou in één keer een sidekick bedenk die ik speel, die kan ik gewoon hele dingen laten zeggen waar je normaal voor ontslagen zou worden. Die kan ik nu gewoon dingen laten roepen. En dan kan ik ze daarna zeggen, hé joh, dat kun je niet maken. Ja. dus je kunt dan veel meer dingen doen. Dus ik ben daar nu mee bezig en misschien wordt het nog een keer wat. En wordt dit ook ergens uitgezonden wat je hierop? Ja, dit is het afgelopen jaar op KBC uitgezonden. Dat is het zendschip wat in de Waddenzee ligt, vlakbij de haven van Harlingen. Op AM? Oude rode boot, ja. AM. Ja. En op DAB+. Maar dat is nu gestopt. Oké. Okay. Frequenties moesten worden ingeleverd. Dus ik ben daar nu ook weg. Dus je bent op zoek naar iets nieuws? Ik ben al met iets nieuws bezig. Klein, op internet. Maar het wordt wel weer tijd voor iets groots. Wat vind je überhaupt nu van Radio Anno 2017? Net aan je keukentafel spraken we elkaar uit dat we ons wel een beetje zorgen maken. Ja, ik maak me wel heel erg zorgen. Ja. Waarom maak je je zorgen om de radio? Omdat het gewoon niet goed gaat. Ik hoor mensen die... creativiteit is platgeslagen, vind ik wel. Het is gewoon echt... Kijk, wat het is bij de radio horen... Kijk, eerst even wat anders. Vroeger, ik was een klein jongetje. Ja. Kreeg transistorradio, denk ik 6 of 7 jaar oud. Ik lag onder de dekens in bed. En dan draaide ik aan die middengolf en hoorde ik... En dan hoorde ik mensen als Leo van der Groot en Peter Holland. Creatieve mensen, rebellen. Echte rebellen, grote bek. Een hoop roepen en dan pas denken. Daar hou ik van. Ja. Eerst roepen, dan denken. Ik wou dat ook. Ja. En dan uiteindelijk wordt dat een keer werkelijkheid. Dan kom je dus echt, die droom die je hebt, die wordt werkelijkheid. Dan kom je ook bij de radio te werken. En dan kom ik in een conservatieve klerenzooi terecht. Echt een wijvenclub. Oude wijvenclub, ja. Met veel gezeik en geemmer. Ja. Terwijl die mensen als Leo van der Groot en Peter Holland, ja, die deden dingen. Wauw. Maar kan dat nu nog? Of ja, is alles al gedaan? Dat. Natuurlijk kan dat. Maar ja, de commercie heeft het voor het zeggen. Ik snap het wel. Maar er zijn te veel concessies gedaan aan de commercie. Waardoor je nu als radiostation op zoek bent naar mensen die goed van de tongriem zijn gesneden. En dan haal je ze binnen en dan vervolgens muilkorf je ze. Dus je wil mensen hebben die leuke dingen bedenken, die leuke dingen zeggen. Dan haal je ze binnen en dan het eerste staat in het contract, je mag nergens iets over zeggen. Want ja, dan op straffen van, je mag ook niet iets raars over je baas zeggen of whatever. Je haalt talentvolle mensen binnen en het eerste wat je doet is je slaat het talent eruit. Ja. Is dat misschien waarom Johan Derksen en Voetbal Insight zo leuk is om naar te kijken? Ja. Hij durft dat nog. Ja, Johan Derksen doet dat gewoon. Ja. Ja. En Johan Derksen is eigenlijk een ultieme DJ wat dat betreft. Gewoon je muil open trekken. Ja. Zeg het gewoon wat je voelt. En het is niet bedoeld om mensen te kwetsen, maar gewoon om het te zeggen. Ja. Om er humor uit te destilleren, of verdriet, een lach en een traan. Dat moet allemaal een beetje gelijk opgaan. Ja. Ik hoorde Giel Belen dat laatst ook zeggen. Terwijl ik dat bedacht had, weet je wel. Ik wil het ene moment lachen, bulderen van het lachen. Het andere moment echt gewoon tot tranen geroerd zijn. Ja. Of ontzag krijgen voor iets. Bij Evers hoor ik dan vooral dat buldergelach. Daarom staat me dat niet meer zo aan. Het is eendimensionaal. Je wil meerdere lagen. Ja, ik wil ook spiritualiteit. Gewoon met een lach, maar wel spiritualiteit. Maar zijn wij niet, dan zeggen mensen, ja, maar jullie zijn freaks. De gemiddelde Nederlander zit er helemaal niet op te wachten, 's ochtends vroeg. Die wil gewoon alleen maar een beetje lachen en een beetje de krant die voorgelezen wordt. En dan is het al meer dan genoeg, zeggen ze dan. De krant die voorgelezen wordt. ik wil echt gewoon krantenartikelen, ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Oh ja, dan moet je een beetje vertellen in je eigen taal natuurlijk, maar... Ja, nee, maar krantenartikelen is verschrikkelijk. Ja. Heb je DFL met de actualiteit in je radioprogramma's? Ja, je moest wel 's ochtends vroeg, toch? Ja, wel wat. Maar heel veel fratsen kwamen gewoon uit gekheid geboren. Ja. Gekke dingen. Heb jij een Amerikaanse disjockey als voorbeeld? Of meerdere? Ja, ik vind Wolfman Jack natuurlijk wel. Ja? Dat is natuurlijk een legende. ik vond vroeger Erik de Zwart ook echt goed. Ferry Maat ook echt goed. Leo van der Groot goed. Peter Holland goed. Stenders? Stenders ook. Ja, Stenders ook goed. En Gielke af en toe ook best wel. Maar wat mist er dan? Ja. Eigenheid? Te veel gekopieerd? Ja, eigenheid. Dat is een goeie wat je daar zegt. Een beetje eigenheid, ja. Gewoon ook iemand die iets met iets nieuws komt. Iets geks. Die Mattie en Wietse waren af en toe best wel grappig bezig. Ja,
dat kan dus niet, kennelijk. Hè. Dat duurt niet lang. Ja. Wat heeft een goede discjockey nog meer nodig? Stem, hè? Dat valt me nu ook op. Kracht om onmiddellijk, als je iets zegt... Ik zit wel eens in de, ik heb heel vaak meegemaakt dat ik in de auto zit. En of dat nou op Radio 1 is, of een DJ die iets aan het vertellen is, of weet ik. Iemand, een DJ moet in de eerste plaats een verhaaltje kunnen vertellen. Ja. Van begin tot eind een verhaaltje. En dat maakt niet uit. Al is het put vooral uit jezelf. Want als je, bijvoorbeeld Van Inkel is mijn leeftijd. Van Inkel heeft een boek geschreven. Van Inkel heeft een hoop meegemaakt. Ik hoor het niet bij Van Inkel, man. Ik hoor het niet. Je leert hem niet echt kennen. Nee. Van Inkel heeft zo'n rugzak met ervaring en dingen die hij meegemaakt heeft. En ik hoor het er niet aan af. Komt hij met berichtjes over... Ja, donder op met je berichtjes. Ik wil gewoon jouw ding. Ik wil jou horen. Ja, ik heb Dan O'Day, zo'n Amerikaanse radioguru, wel eens horen zeggen. Als ik 10 minuten naar jou luister... en ik heb jou in die 10 minuten niet iets beter leren kennen... Ja. Dan heb ik 10 minuten van mijn leven verspild. Ja, precies, dat is het toch, ja. Ik wil iemand hardop horen denken. Ook. Spreek je gedachten dan maar uit. Wat denk je allemaal? Wat dacht je gisteravond voordat je in bed kroop? Wat dacht je? Ik maak er meteen een verhaaltje van. Ik kan een uur over een asbak zitten soepbatten. Ja. Moet wel natuurlijk wel een beetje boeiend blijven, maar bij wijze van spreken. Maar ja, jij en ik zitten hier nu op een doordeweekse dag in Arnhem, in een geïmproviseerde radiostudio, niet bij een landelijke radiozender. Nee. Wat is dat dan toch, wat dan ons ontbreekt? Doorzettingskracht, zakelijkheid, sluwheid? Zakelijkheid en sluwheid sowieso. Nou ja, goed, zakelijkheid is meer nodig om op het moment dat je er al zit, dat je daar ook wat centen mee kunt verdienen. Ja. Maar... kijk, we hebben alle twee al gezeten. En ik ben nu wel... Ik heb nu wel het gevoel van... Oké, ik wil nog wel eens een keer een jaartje of wat iets leuks gaan doen. Hey, die keur is nu ook weer aan de bak, ja, hè? Ja. Dus het kan wel. Zeker kan het. Je bent nooit te oud, want ik bedoel, bij een stem. Je hebt gewoon een goede stem. Niemand weet hoe oud jij bent. Ja, wel. Nou ja, proeft een luisteraar dat? Ja, dat proef je wel. Dus jij zou alleen bij een... Weet ik het? Radio 5? Wat? Nee, dat is onzin. Al die jonge gasten op de radio, daar moeten ook een paar wat ouderen tussen zitten. Dat Radio 3, dat helemaal, gewoon helemaal leeg is gelopen. Als een vod erbij ligt. Gewoon, omdat niemand het in zijn hoofd haalde om eens na te gaan denken. Het lijkt wel of we het denken een beetje verleerd zijn. In onze blindheid, die we blind zijn geworden, naar... luisteraars, naar geld. We rennen achter het verkeerde ding aan. Ja. Het moet om de liefde voor radio gaan. Ja. En gewoon goede radiomakers, ongeacht de leeftijd. En wat mij opvalt is dat er gewoon nooit zo vaak naar ervaring gekeken wordt. Nee. Ik denk, een ervaren vlieger, die zet je toch ook op de belangrijkste vlucht van New York naar Amsterdam. Zit je nu als 40-jarige in de auto en dan zit je te luisteren naar een gastje van 22... die mij van alles gaat vertellen wat mij totaal niet boeit. Over artiesten die mij ook niet boeien. De muziek draait die mij ook niet boeit. Ja. Ja, op een gegeven moment bloedt het gewoon echt dood. En ze laten het gewoon bloeden. Kennelijk is er niemand die het erg vindt. Want anders, nog steeds. Het is nog steeds bij Radio 3. Het is toch echt gewoon... Geef mij die zender dan. Een jaar. En als het me niet lukt, mag je me over een jaar doodschieten. Zou je echt zo ver? Ja, mag je me over een jaar doodschieten. Laat mij het dan proberen. Ja, als niemand het doet, niemand doet iets. Ja. Laat mij het dan doen. Laat mij er een puinzooi van maken. Misschien wordt het nog wel wat. En klinken wij nu niet als twee oude verzuurde disjockeys die aan de kant van de wal staan? Natuurlijk wel. Maar er is niet zo leuk als naar een oude verzuurde man te zitten luisteren. Meneer Aard bij Sesamstraat, in Zuurpruim, vinden kinderen het leukst. Ja. Omdat hij zo chagrijnig is. Ja. Ja, dus... nee, ik ben niet zuur. Maar ik ben wel heel erg bezorgd. En dat lijkt misschien wel een beetje, maar ik ben niet zuur. Ik vind het wel jammer dat ik niet op de radio zit. Niet landelijk. En wat doe je eraan? Wat kan je eraan doen? Gewoon werken. Ja, maak je jingles? Ja, en een radioprogramma ook. Ja. Muziek ook volgens mij? Muziek ook, ja. Keyboard staan? Ja. Ik ontdekte dat ik ook muziek kon maken. Dat wist ik ook niet. Wat maak je dan? Van alles. Funk, dance. Alles. Is daar een beetje van rond te komen? Nee, ik doe er ook nog wel wat dingen bij. Ja, wat bijvoorbeeld? In het hoogseizoen bouw ik tenten. Serieus? Ja, serieus. Waar? Festivals? Ja, stretch tenten. Oké.
kennis van mij, ik heb daar met hem ook een DJ-gig, Dat Funkt heet dat. Dus we gaan de festivals af. Nou, dat is wel mooi, want we zitten lekker dicht bij het vuur met het opbouwen van die tenten natuurlijk. Dus we kunnen altijd wel voor zorgen dat Dat Funkt wordt uitgenodigd om op een festivaletje hier of daar de gig te doen. Dus zeg maar van begin mei tot nu, eind september, begin oktober, bouw ik stretch tenten. Enkele dagen per week. En ja, toen ik dat ging doen, toen ik daarmee begon, wist ik niet wat ik meemaakte. De vermoeidheidsslag waarmee je thuis kwam als je toen bij Radio 10 werkte. De vermoeidheid van dat altijd moeten presteren. Dat is een enorme druk die op je ligt. Zit allemaal in je kop, man. Dat zit allemaal in je hoofd. En ik wist niet meer, echt niet meer. Ik heb ook nog ADHD, dus dan zit je sowieso wat meer in je hoofd. Maar ik wist niet meer hoe het voelt om lichamelijk moe thuis te komen. En ik kwam op de eerste dag dat ik mee ben gegaan om die tenten te bouwen, 's avonds lichamelijk moe thuis. Maar mijn hoofd was een bruisende fles champagne. Dat was fris. Dat was voor mij, ik dacht van dit moet ik gaan doen. Want terwijl ik tenten aan het bouwen ben, komen er gekke ideeën. Ik heb er echt lol. Ik denk dat het voor mij wel zeer therapeutisch heeft gewerkt. Ja. Mij wel op de been heeft geholpen. Kan je het iedereen aanraden om eens even een paar jaar uit dat gekke radio hier te stappen? Stap eruit en hervind je zelfvertrouwen. Vind jezelf opnieuw uit. En dat kan. Bijvoorbeeld van Inkel. Ik hoorde van Inkel zo de laatste jaren. Ik ben echt begaan met een van de beste jocks die de Nederlandse radio toch wel ooit gehad heeft. Inkel is gewoon een vakman. Daar trek ik me aan, man. Jij ziet het gewoon teruglopen. Daar trek ik me aan. Ik heb hem er ook een keer een briefwisseling over gehad met hem. Alleen viel mijn verhaal niet zo in goede aarde bij hem. Maar ik trek het me echt aan, man. Wat trek je aan dan? Nou, dat het allemaal doodbloedt. Dat gewoon meesterlijke mannen gewoon doodbloeden. Maar kan je hem dat verwijten als jij inderdaad... Nee, omgeving... Nee, dat ligt niet aan hem. Je inspireert elkaar, hè? Ik had dat degene die voor en na me zat, die kon mij echt omhoog tillen. Ja, dat is het ook. Ja. Zo moet het ook zijn. Maar ja, er zitten altijd weer een paar gladjanense oude wijven tussen die afgunstig zijn, hè? Het succes... Ik heb wel eens gehoord dat iemand tegen mij zei... Ja, maar ik ga er niet... Ging over dat hij was... Ik noem geen namen. Maar hij was ergens gearriveerd bij een station. En wat hij zei was... Hij was eerlijk wel. Maar ik ga jou niet binnenhalen, zei hij daarbij. Jij bent mijn concurrent. Oh ja. Ik zei, ja, dat bestaat ook natuurlijk. Ja. En dat heb je altijd. Er zitten altijd wel een paar afgunstige klerenhonden bij. Die moeten meteen eruit getiefd worden ook. Ja, vind ik wel. En wat vind je van de discussie meer vrouwen op de radio? Absoluut niet mee eens. Vrouwen moeten niet op de radio. Vrouwenstemmen zijn irritant. Ze kunnen het niet. We hebben al honderden vrouwen op de radio gehad. Ze kunnen het niet. Tineke? Word je Dessing? Dan praat je van Tineke praten. Godzonder over 45 jaar geleden. Ja, ik noem er even een paar. Nee, maar gewoon zoals Jan de Kooijmans ook. Joh. Oh ja, de Breakfast Club. Die zat bij mij bij Delta in Nijmegen. Hadden we een piraten. Was gewoon. Ik had zoiets van wauw. Eindelijk eens een keer een wijf met ballen. Ja. Ja, vervolgens kwam ze op dat uur van Frits Pits terecht. Maar god, wat een drama, man. Wat een drama. Maar waarom dan? Weet ik veel. Ik weet het niet. Wat deed ze dan? Had ze geen swing? Of, gezapige, oude... Ja. Maar dan gaan we weer. Hoe kan het dat ze bij Delta dus wel had? En dus ineens bij... Je moet waarschijnlijk in dat patroon... Die snel, hè, links en rechts van de snelweg staan vangrails. En daartussen beweeg je. Ja. En soms zitten die vangrails wel heel erg smal tegen. Dan kun je er niet eens meer met de Fiatje 500 doorheen. Of wij zijn gewoon kameleons die ons kleuren naar onze omgeving. En worden we ook maar zo zoals de rest ook een beetje is? Of... Maar er zit natuurlijk wel iets in. Maar ik ben altijd wel tegen draads geweest. Dus als iedereen die kant op rent, dan ren ik die kant op. Mulder had altijd wel een goede spreuk, Tom. Tom had ook heel veel goede dingen. Hij had een spreuk en die ging als volgt. Alleen dode vissen zwemmen met de stroom mee. Hmm. En toen ging ik erover nadenken. Ik stak nog eens een joint op. Ik denk, godverdorie man. Die heeft hij niet zelf bedacht. Nee.
We kunnen het hem niet meer vragen, want de beste man leeft niet meer, hè? Wel. Wel leeft hij wel Tom nog. Tom Mulder leeft nog, ja, maar, zeker. Maar hij is flink beschadigd. Ja, hij is flink beschadigd, ja. Ja, een hersenbloeding. Nou, ik moet toch zeggen dat hij... had ik niet verwacht. Dat? Nou, dat hij daar net bovenop zou komen. Want ik zag hem kort na zijn hersenbloeding. Kort, een half jaar na zijn hersenbloeding. Ja, echt gewoon... Hoe gaat het nu met hem? Ik spreek hem nooit. Ja. Hij is niet meer op de radio. Hij doet ook niks meer bij de radio, hè? Nee. Hoe lang is eigenlijk de houdbaarheid van een discjockey? In Amerika is het... hoe ouder je bent, hoe... Hier in Nederland sporen ze voor geen meter, man, met die radio. Er moeten allemaal jonge, klerenstil, puistige jongetjes op die radio. Terwijl in Amerika, als je daar de 60 bent overschreden en je presenteert nog op de radio, dan hoor je kracht, hoor je een krachtige stem. Ja. Iemand die weet wat hij zegt. Iemand die weet wat... Ja. En, iemand die weet hoe die met iemand aan de telefoon moet omgaan. Kan, en meng dat met jonge mensen. Ja. Dan krijg je een mooie situatie. Dat jong en oud moet bij elkaar gebracht worden. Wat wij doen is... trekken ze uit elkaar. We donderen die oude mannen in de prullenbak. Die hebben we niet meer nodig. Ja. Want de commercie is echt gewoon compleet doorgeslagen, man. Als het zo doorgaat, eten we binnenkort allemaal alleen maar printenpap. Omdat zoet. Dat... Omdat, ja, alles wordt naar... Ja, kijk, naar McDonald's voer. Dat is gewoon echt... Wat voer wat je bij McDonald's voor... Ja. Ja, dat kant en klaar. Ja, je weet vast hoe het smaakt. Het smaakt ergens alles naar. Wordt steeds nauwer, narrower. Maar lijkt het dan op radio, maar is het het niet? Is dat het dan nu een beetje bij sommige radiozenders? Dat gevoel heb ik wel eens. Dan luister ik naar radio, maar ik denk, jij doet nu alsof je radio maakt, maar je maakt geen radio. Ja. Ja, dat had ik dus de laatste jaren bij Inkel. Dat Inkel probeerde omhoog te houden dat wat hij was. Maar Inkel is een ander mens geworden, wat ouder geworden. En daar ging hij zelf niet in mee. Oké. Dus je moet veranderen als discjockey. Ja, man. Ja. Jij bent nu ook totaal niet meer de discjockey van 10 jaar terug. Wat is er dan bij jou veranderd? Ja, je stem niet. Je stem is toch even krachtig. Maar ja. De dingen die je bespreekt? Ja, de dingen. Ik weet nu hoe ik een verhaaltje moet vertellen. Hmm. Ik kan nu een verhaaltje vertellen. Dat wou ik straks zeggen. Wat ik zo mooi vind, soms kwam ik dan wel eens thuis en dan zat ik in de radio, in de auto naar de radio te luisteren. En dan parkeerde ik mijn auto hier voor de deur. En dan was er net op dat moment iemand iets aan het vertellen. En dan kon ik de auto niet uit. Ja, dat, als je dat kunt, het is toch mega eenvoudig. Ja. Dat zeg ik nu, maar 20 jaar geleden dacht ik daar natuurlijk heel anders over. Maar relatief eenvoudig, als je maar bij jezelf naar binnen gaat. Ieder mens heeft genoeg meegemaakt, gezien, gehoord, gelezen, geproefd, gehuild, gelachen, om er een dik boek over te kunnen schrijven. Ja. Als je dat dikke boek nou eens onderverdeelt in allemaal kleine, korte verhaaltjes, kom er maar mee. Moet wel boeiend zijn wat iemand heeft meegemaakt. Ja. Moet wel heel erg suf zijn. Ja, er zijn natuurlijk altijd wel oude wijvenverhalen. Zeg, heb ik vandaag toch wat meegemaakt, zeg? Nee, maar ja, iedereen is een put met waar van alles in zit. Ja. Iemand die dat ook goed kan herinneren is Henk Westbroek. Daar bleef ik wel eens voor in de auto zitten. Ja, man. Maar Henk is 24 uur per dag een DJ. Hè, gewoon. Als je Henk tegenkomt... Dan... Ja, echt. Alleen maar verhalen. Ja. Geweldig. Ja. Maar bij Henk had ik altijd wel een beetje een... Ik had bij Henk toch altijd wel een beetje het gevoel... ook wel dat hij dat om verschillende redenen zo deed. Ja? Henk was niet helemaal de zuivere Henk, volgens mij... Ik weet niet. Zijn er mensen, andere helden van je, waar je nu nog wel eens naar luistert? Wat je net zegt, Dan O'Day is wel een... Ja. Milton Berle. Dat ken ik niet. Ja, schrijver van vooral grapjes. En, ja. En Engelse radio, heb je daar veel naar geluisterd? Ik vond wel, moet ik zeggen, want het was misschien waarschijnlijk alleen maar door de sfeer die man creëerde. Want inhoudelijk zei hij nooit zo heel veel bijzonders. Maar hij creëerde wel een sfeer. En dat moet je ook maar kunnen. Dat is ook belangrijk. Eigenlijk gewoon niks zeggen. En alleen maar een sfeer creëren. Ja. Maar ik had bij hem wel continu het idee... dat niet nu, maar in zijn volgende spreek... hij wel iets heel bijzonders ging zeggen. Ja. Gebeurde nooit, maar hij wekte die indruk. Dus dat maakte dat je wel bleef tot het einde. Het was Bob Stewart. Die zat bij Radio Luxemburg. Nu. Ja. Leeft trouwens nog. Ook een paar keer ontmoet, die man. Stem, jongen. Zo. Hij doet nog radio? Ik ben bang van wel, ja. Ja, ik ben bang. Waarom zou je dat niet meer doen? Ja. Er is geen enkele reden om geen radio meer te maken.
Maar die stem van die man, ik weet niet of je hem... zegt het je iets, Bob Stewart? Okay. Nee, als ik er misschien iets van hoor, ja. Ga maar eens. Op YouTube staan vast wel wat dingetjes. Ik heb ooit een keer een broodje hamburger zitten eten met hem in Luxemburg. Ik ging naar Luxemburg toen met Herbert Visser. En ik heb hem toen ontmoet. En ik hoorde zijn stem altijd over die middengolf, over die 1440 heen bulderen s'nachts. En ik had zoiets van, wow. Ja, magic. Ja. En dan ook die fading erin. Hij liet de speaker bulderen echt. Hij was Earthcake Bob. En ik heb hem ontmoet en hoe hij een broodje hamburger had, man. Zo, ik zat er echt toe. Ik, als een klein kind gewoon, terwijl ik niks voorstelde, was een beetje een gezette man. Maar wel grappig om te zien meteen al. Ja. Alleen al hoe hij een broodje hamburger vormde, de snelheid waarmee en de hoeveelheid. Echt een held voor je. Ja, en iemand aan wie ik wel wat gehad heb. Want hoe hij zijn stem vormde en wat hij... Hij kon snel praten, dan in één keer weer low. En dan dat bulderde eruit. En ik dacht van, oké, als je dus als DJ even een seconde stilte laat vallen. En dan zeg je iets. Wauw, dan heeft dat 5 keer meer effect. Ja. Dus stiltes laten vallen is wel een hele mooie kunst. Luc van Rooij, ook niet meer op de radio? Nee, ook een schande. Ook een schande. Er moet ook voor iemand voor zandtepeden voor tegen de muur gezet worden. Ja, echt. Maar er moeten meer slachtoffers. Dan komen we op een interessant punt. In hoeverre kunnen we onszelf dat verwijten? In hoeverre kan Luc, ik, jij, Robert Jensen, noem ze allemaal op, iedereen die niet meer op de radio is, er wordt gezegd, ja, die zal het er wel naar gemaakt hebben dan. Door gek gedrag. Aardige jongens, aardige mensen, aardige talentvolle mensen komen niet op hoge posities binnen de radio. Daar moet je glad en geniepig voor zijn. Die skills moet je hebben om omhoog te klimmen. Ja. Ja. Dus aardige, grappige, creatieve gevoelige mensen. Gevoelige mensen. Vooral creatieve mensen. Mm-hmm. Creatieve mensen zijn niet sluw. No way. Niet zakelijk. Nee. Dus die komen nooit op hoge posities. Okay, maar op die hoge posities zitten de gladjanissen. Ja, okay. Die moeten weg daar. Waarom? Ja, omdat ze moeten optieven. Ze hebben daar niks te zoeken. Ja, maar er zal toch ook iemand de boel moeten runnen? Ja, dat klopt. Dat klopt. Nou, maar wij zitten dan toch gewoon een stapje lager. Maar zelfs daar zitten we nu op dit moment. Niet veilig, nee. Nou, daar zitten we niet veilig. Nee, we zitten wel niet 2 stapjes lager. Nee. Ik weet niet hoeveel stapjes lager dat is. Ergens, je dondert op een gegeven moment gewoon die ladder weer af naar beneden. En daar lig je dan. En niemand bekommert zich erom. Want iemand anders gaat er met jouw centen vandoor. Poen, man. Het gaat allemaal over poen. Ik wil even roken trouwens. Is goed. Goed, pauze. Ja, we hebben nog 20 minuutjes. Oké. Het gaat je toch niet aan het hart nu, hè? Nee. Oké. Nee, hoezo? Hoezo denk je dat? Nee, ik denk van, kijk naar ik omhoog. Nee. Oké. Okay. Nou, dit is zeg maar het begin van... even kijken, joh. Wat ben ik toch allemaal aan het doen? Dit is het begin van de show ergens. Ik zal even helemaal naar het begin. Allemaal gekke fratsen. Ja. De film- en muziekkeuring plakt op dit programma de sticker. Mannetje dat gewoon vertaal uitkomt. Zo langs de uur over de die. Echt een hoop onzin, maar op een bepaalde manier achter elkaar gezet. Dat, hier ergens ga ik lullen met mijn sidekick. Dat ben je zelf. Ik zit gewoon alleen maar met mezelf te lullen. Ja. Af en toe zitten er gewoon 5-6 mensen in de uitzending, maar dat ben ik al mezelf. Leuk. Ja, dat is leuk, ja. Dus ga dit vooral doen, beste DJ's van Nederland. Ik mag u even nog niet doorheen zitten, hè? Maar ik wou nog even wat zeggen. Nee, wacht dan even tot die tune afgelopen is. Oh, hey, jonge man. God, wat een stelletje onder de lijn. Wij zeggen hartelijk goedenavond. Het is vrijdagavond en je luistert naar Big Beat 41. Ik hoorde net Edwin Simonis op de radio.
Ja, klopt, ja. Twee uur lang met de... Oh nee, komt die geit ook weer aan. Nee joh, kom op weg met deze. Nee, nee. Au, niet zo slaap. Dames en heren, Hardy Dave is hier. Ja, en je hoort de Players Association en Turn the Music Up. Wij zitten hier weer helemaal klaar voor. Het weekend staat voor de deur. Het weekend staat voor de deur. Hoe kom jij aan die zeehond hier? Ja, die is nog van KBC. Heb ik hem meegenomen. Heb jij KBC-hondjes meegenomen? Ja, KBC-hondjes, ja. Godverdorie, man. Mag ik even wat zeggen? Jongens, Joris is ook iemand die hier op de uitzending binnenkomt. Nee. Ik wou even wat zeggen. Joris, wacht even. Joris, hoor je mij? Dames en heren, we zitten in de vakantie. Het is heel iemand hier vandaag. Ik wou ook even wat zeggen. Ik kan toch niet verstaan als iedereen op elkaar heeft zitten blaten hier als een schaap, man. Hou er nou eens mee op, man. Ladies and gentlemen, you're listening to B21. Cool. Nou, van dit hem dus. En het is gewoon echt lol om dit in elkaar te zetten. Hoe lang ben je hiermee bezig? Met een uurtje. Met een, voor één talk? Nee. Voor een uur programma, zeg maar. Okay, ja. Ben ik wel. Dit was een teststation die is afgelopen vrijdag uitgezonden op B21. Dat is een internetstation. Maar normaal is dezelfde vormgeving zo'n beetje. En dan maak ik een uur programma. En dan kan ik, ja, als ik er drie uur over doe, wordt het leuk. Doe ik er vier uur over, wordt het nog leuker. Ik kan alles heel strak regisseren. Ja. En dit is leuker dan live. En nooit aan podcasting gedacht? Want dit zou als podcast. Ja, ze staan wel allemaal online, deze shows. Ja. Er zitten een paar hele mooie bij. Ik kan er ook echt mijn ei in kwijt. Ik kan schelden, tieren, vloeken, janken, lachen, alles. En de muziek, en gewoon muziek draaien. Players Association, wie draait dat nog? Ja. Lang leef het internet. Ja. En waar kunnen we dit vinden, deze shows? Dit staat op... Op mijn Hardy Dave Facebookpagina heb ik elke keer een link. Hardy Dave. Ja, Hardy Dave, ja. En dan kom je vanzelf bij Mixcloud ergens op het kanaal. Cool. Gaan we checken. Ja, klinkt, ja, is goed. Leuk hoor. En Denno D zou trots op je zijn, want die geeft het inderdaad ook altijd als voorbeeld van... Wie? Denno D. Oh ja. Altijd van, je kan met je stem zo, ja, man, toevoegen. Maar dat is het ook. Ja. Dat is het ook. Die DJ's die het nu zitten daar een beetje de files voor te lezen en te vertellen wat voor weer het morgen wordt en vooral wat voor weer het vandaag is. Ik hoef alleen maar naar buiten te kijken. Dus, het voegt niks toe. Het is echt gewoon, laat het allemaal. Doe het niet. Doe alle dingen die je doet, doe die niet meer en doe iets anders. Ja, maak er een kunstwerkje van. Maak er een kunstwerkje van, ja. Nou ja, goed. Ik heb hier heel veel lol. Ik lig hier s'avonds af en toe kruipend over de grond van het lachen. Wat ik straks vertelde, of daar wou ik straks vertellen, dat dan heb ik het nog steeds niet gerookt, dus dan ga ik nog steeds even doen. Maar bij Radio 10, ik loop altijd mezelf te lullen. En dan bedenk ik die dialoogjes allemaal, die ontstaan dan. En bij Radio 10 stond ik zo in de studio in mezelf te lullen. En het is toch wel gênant als je betrapt wordt, hè, dat je, als je in jezelf loopt te lullen. Bij Radio 10 stapte ik 's morgens wel eens uit de auto en dan kwam er een man op een fiets langs. En die was het gesprek met zijn baas waarschijnlijk al aan het voorbereiden op zijn fiets. Godverdomme, ik zou zo meteen zeggen, pech. En toen fietste dan voorbij. En zoiets had ik dan in mijn hoofd, maar was ik in de studio. En op een gegeven moment was ik daar in mezelf aan het lullen. En ik sta wel daarachter en ik zie een paar benen en een blauwe overal. Ja. Was er iemand van de KPN, die lag onder de desk, die was wat draden. Ik heb hem niet in de gaten. En ik kijk zo. En ik heb gewoon echt een kwartier in mezelf staan lullen. En die man die was ondertussen, die had ook niks, niet een keer hoesten of zo, dat hij liet merken dat hij er was. Ja, ja. En ik kijk zo. En zo, oh, jij denkt vast nu dat ik knettergek ben. Ja. Nou, zei die man wel iets dergelijks. Ik zei, nou, klopt. Ja. Nu ga ik roken. Ja. Ik zit hier nog steeds met Dave Donkervoort, die sigaretten en plaspauzes achter de rug. Dave, er is ook een spirituele kant aan jou. Ja. Ik kom hier binnen en ik zie het oomteken hangen op de gang. Ja, oh ja, maar dat viel jou gelijk op. Ja, want ik zit natuurlijk ook in die hoek, een beetje met die podcast en zo. Ja. Je hebt ook een burn-out gehad. Ja, wanneer? Heftige wel. Ja, lang hè? Ja, die, zeg maar, nadat ik bij 100% NL eruit ging. Dat was 2009 of zo? Ja, 2009. 8 jaar terug. Zat ik eigenlijk al een beetje, bij Radio 10, dat was gewoon echt een wespennest. Dus daar ging je al met stijve schouders. Ja. Dus dat ging allemaal vastzitten.
Mijn lichaam vond op een gegeven moment wel dat ik ermee moest ophouden, denk ik. Dat signaal kreeg je? Ja, mijn lichaam vond wel dat ik maar eens eventjes rustig aan moest gaan doen. Maar ja, dat deed ik niet. Dus op een bepaald moment heeft mijn lichaam gewoon gezegd, waarschijnlijk, denk ik, zoiets dergelijks van, oké, joh, als jij niet kapt met waar je mee bezig bent, dan zet ik het geluid uit. Dus ik werd doof. Nee! Ja, ik werd gewoon helemaal doof. Ik heb toen ook wel geleerd dat dove mensen, die zijn een beetje achterdochtig. Hè? Dove mensen zijn een beetje achterdochtig, omdat je in gezelschap, als er wordt gelachen, soms wel eens het gevoel kunt krijgen dat er misschien wel om jou gelachen wordt. Ik heb dat gevoeld, ja. Dat is heel kut. Dat is echt heel raar. Dat is een heel raar gevoel. Maar een disjockey die doof wordt, hoe wil je het krijgen? Dus, ja. Dat zegt wel iets. Ja, ik ben bijna een jaar doof geweest. Echt helemaal doof? Zo doof dat ik jou nu niet zou kunnen. Ik had mezelf al aangeleerd om te liplezen. Ik was al aan het liplezen. Gewoon zonder dat ik het weer. Ik wist het niet, maar ik was eigenlijk al een beetje aan het liplezen. En ik was een beetje bang voor de dokter. En dus ik ging een beetje laat naar de dokter. Ik had een paar jaar daarvoor was ik ook al doof geworden. Dus gewoon troep. Als ik mijn hoofd zo opzij hield, baf, was al het geluid weg. Dat deed ik zo, dan kwam het weer even terug. Maar dan was het weer weg aan weerskanten. Dus ik wist gewoon, er zit bagger ergens in die holle ruimte, troep zit erin. En die moet eruit. Dus heb je de film It's All Gone gezien van Piet Tong? Nee. Oké, okay. heeft hij een slaapkamer, heeft hij alle matrassen tegen de muur aan bevestigd en dan loopt hij dan keihard met zijn kop tegenaan. En dat deed ik ook, want als ik met mijn kop een kussen tegen de muur, ja, met mijn kop er tegenaan slaan, dan had ik af en toe even wat hoge tonen erbij en dan kon ik weer. Ik heb ook een keer een jingle gemaakt in die periode. Die klant is daarna nooit meer teruggekomen. Verschrikkelijk, ja. Want alles wat ik probeerde toch nog te produceren, ja, iets, maar dat kon dus niet. Uiteindelijk na een jaar heb ik buisjes in mijn oren gekregen, is alles eruit, alle zut eruit gezogen. En buisjes in mijn oren gekregen. En tot op de dag van vandaag geen last meer. Dus er zat gewoon een rotzooi in me. Maar ik hoorde mijn psychiater, waar ik toen toch wel enige tijd contact mee heb gehad, wel zeggen van, dit gebeurt vaker. Dat mensen doof worden door een burn-out. Ja, ik heb dan zo'n pieptoon in mijn oren. Ja, fantoomgeluiden had ik ook, ja. Ik hoorde mijn buren ruzie maken. Midden in de nacht zat ik achter de pc. En ik hoorde gewoon echt. Het zat gewoon aan mijn hoofd, man. En korte golfgeluiden. Van dat soort dingen allemaal. En op een gegeven moment ga je echt denken dat je gek bent. Ja. Nou, is dat niet helemaal onwaar natuurlijk. Je bent disjockey. Ja. Maar dat van dat hem. En dat, ja, dat heeft wel. Ik voel me nu gewoon met. Ik kan zeggen van die burn-out is afgelopen. Dat zou ik wel kunnen zeggen. Maar een burn-out is nooit afgelopen. Nee. Je komt er alleen maar steeds meer uit. Ik heb het gevoel dat ik er nog meer uit ben dan dat ik er ooit in gezeten heb. Dus. Maar ik vind het mooi dat je dat zegt. Ik heb me nooit zo gerealiseerd hoe dat radiowereldje, waar je toch dan 20 jaar rond man, hebt, man. Wat dat met je doet. Toch, man. Volgens mij moeten sporters ook wel zoiets. Dat competitieve, dat onderlinge. Dat voetballers, denk ik ook. Kun je wel een beetje vergelijken, denk ik. Ja. Ja. Dat zwarte gat ook aan het einde van je carrière. Terwijl, ja, ik. Nu kan ik zeggen dat er helemaal geen zwart gat is. Maar. Omdat ik eruit ben. Ja, ja, ja. Maar als je erop afgaat, lijkt het een zwart gat. Is het een ravijn wel. Ja. Maar je hebt ook disjockeys zoals Michael Pelagic, Wessel van Diepen, Erik de Zwart. Die hebben allemaal gezorgd dat voordat dat... Die zijn wat sluwer dan wij. Ja, dat zwarte gat kwam. Ja, die zijn sluw. En ze hadden gewoon een goede bankrekening. Ja. Waren wat minder goede DJ's. Hè? Wat slimmer zakelijk misschien. Ja. Nee, Michael Pelagic was geen... Maar was niet een top DJ, vond ik. Oh. Ja, Wessel wel. Superstem. Ja, Wessel wel. Ja. Maar Wessel was begenadigd waarschijnlijk om zakelijk dan ook nog wel wat slimmer te zijn. Ja. Ik ben dat beslist niet. Maar het radiowereldje is dus een wespennest. Ja, soms. Of media aan zich. Media aan zich wel, ja. Televisie toch ook. Ja, dat lijkt me nog veel erger. Nog veel erger. Ja. Ik heb al die ego's. Mijn radiomensen dacht ik onderling van, die gunnen elkaar wat. Want je deelt een soort passie voor iets, muziek, radio. Ja, maar dan krijg je dat wie wil de beste zijn of de meeste likes. Luisteraars, likes. De meeste likes. Ja, ja.
daar heb ik me wel ook vaak aan gestoord. Dat het dus de individuele programmacijfers van iedereen zichtbaar zijn. Altijd. En dan altijd. Was het van, ja, aan mij ligt het niet. Want ik ben 2/10 gestegen. Ja, maar volgende maand ligt het wel aan jou. En dan ligt het weer niet aan mij. En dat gewipwap. Ja. Ik word een doodmoe van. We moeten het toch samen doen? Kap even met die luistercijfers ook. Dan moeten we echt gewoon, wat een onzin. Het gaat nergens over. Want wat zijn nou de... Ja, ik weet, het gaat om miljoenen. En dat is misschien ook wel het verneukeratieve eraan. Die cijfers moeten er zijn, maar ze doen geen goed. Maar ik ken wel DJ's die in de tijd, toen ik bij Tien werkte, vooral geïnteresseerd waren in hun eigen cijfers. Ja. En natuurlijk. Natuurlijk. Ja, maar je doet het samen. Als jouw ochtendshow niet scoort en ik zit in de middag, dan voel ik me ook verantwoordelijk. Het moet een teamsport zijn. Ik moet meer naar jou verwijzen, maar ik moet je gaan helpen. Juist. Ik moet jou die voorzet geven, man. Zodat jij aan de ring kan trappen. Dat is het. Ja, ja maar ja. Ja. Maar wij hebben geen baan. Wij zitten hier voor YouTube. Als die twee ouwe van de Muppet Show. Nee, maar het is wel iets waar misschien de jonge generatie toch nog wat van kan leren. Je zit niet voor jezelf op de radio. Nee. En je doet het samen. Als het Nederlands elftal zich zou gaan gedragen zoals disjockeys van een station zich gedragen. Wat ze op dit moment doen. Ja. Gaan we niet winnen. Nee. Sterker nog... het leuke is, die voetballers hebben zelfs nog een coach. Daar hebben die DJ's ook niet eens. Nou, een programmaleider. Dat is toch geen coach, man. Programmaleider is de programmaleider is de grootste ramp die ooit uitgevonden is. Ja? Waarom? Een programmaleider hoort zelf geen programma te doen. Nou, in Nederland hebben we altijd programmaleiders overal gekend die zelf ook programma... Mm-hmm. En hoe kan het dan dat een programmaleider zelf een kutprogramma presenteert... Hoe kan het dan dat hij een programmaleider is? Terwijl de meeste programmaleiders zelf niet in staat zijn om een programma te presenteren van enig allooi. Ja. Enkele uitzonderingen hier of daar gelaten. Maar ik heb nooit echt programmadirecteuren en leiders heb ik nooit goede programma's horen maken. Het waren de meest onzekere mensen die er maar waren. Dus, zou het dat voor jou zijn, programmaleiding? Ja, nu wel. Ja. Nou, coach. Coach. Ja? Ja. Ik denk wel... ik denk wel Je hebt hier een studio, je kan hier mensen over de vloer halen. Ja. Maar ik denk wel dat ik van een middelmatige DJ hier binnen een paar weken een goede DJ maak. Ja. Gewoon door dingen aan te reiken, handvatten aan te reiken waar hij wat aan heeft. En is dat maatwerk? Ik denk wel dat dat maatwerk is, ja. Je hebt niet een soort plannetje, ik denk dat voor iedereen heeft zijn eigen recept wel. Ja. Ja. Je wil dan denk ik die eigenheid van iemand naar boven krijgen. Ja. Vertel wat je meemaakt, maar niet op een leuke manier, op een verhalende, entertainende manier. Ja, je moet eerst die entertainer in jezelf vinden. En als je die niet hebt, als je die niet bent, moet je die eerst even gaan zoeken. En die zit vast wel ergens, misschien wel onder in je tenen, wie zal het zeggen, maar die zit wel ergens. Ja. Of niet, maar dan moet je ermee ophouden. Dus disjockeys hier in omgeving Arnhem, die eventueel coaching zouden willen, die kunnen weer terecht? Ja, omgeving Arnhem kan gewoon heel Nederland wel. Ja. Okay, ik denk wel dat ik zou het wel eens willen proberen. Want ik zeg het nu. Maar ik moet het wel flikken. Ja. Dus, maar ik denk wel dat ik het kan, ja. Nou, dat is mooi. Ja, misschien een nieuw verdienmodel. Is het nodig? Zo, hard. Ja. Ja. Ja, niet serieus? Ja. Ja, ik lach nu, maar zit je echt... financieel... Het is hard nodig. Je hebt mijn woonkamer gezien. In 2009 is de verbouwing hier opgehouden. Ik heb dit huis in 1997 gekocht. En zoals ik er in 2009, toen ik zonder werk kwam te zitten... gewoon het gereedschap blijft in de kist. En ziet het ook gewoon waar ik ben gestopt met schilderen. Daar hield het op. Dus ik wil wel graag... weet je... Er is wel een tijd geweest dat ik gewoon... Ik voel me wel schuldig over dat ik mijn kinderen de afgelopen 9 jaar niet mee heb kunnen nemen op vakantie. Mijn vrouw ook niet. Gewoon, het zit er niet in. Maar je hebt een superstem. Ik denk aan Peter Theekamp. Die heeft ook een superstem. Maar die verdient zich helemaal een slag in de rondte. Ja, weet ik niet. Is dat zo? Nou, met die blokkerspotjes en die voiceover van Radio 10 natuurlijk. Ben je nooit maar dan zit je toch weer door te borduren op dat waar ik het niet mee eens ben. Spotjes. Ja? Reclamespotjes. Is dat een principieel ding? Het moet op een andere manier. Zo'n suffe reclamespot. Reclamespotjes zijn al sinds de sterreclame in de jaren 50 voor het eerst. Ping, ping, piddeliding, tiding, tiddeliding. Op Radio 3 zijn spotjes nog steeds hetzelfde. Ja. Bedenk eens wat anders. Ook weinig gegeven. Ik vind dat je als radiostation je verantwoordelijkheid moet dragen voor de respons die een adverteerder krijgt op een spotje op jouw zender. Ja.
Die verantwoordelijkheid moet je maar eens nemen. Want ja, een spotje, niemand hoort spotjes. Het is het Pavlov-effect. Zodra het pingeltje komt, pff, zachter. Ja, dat er ook niet wie gaat er miljoenen voor betalen voor een reclamecampagne op de radio voor spotjes uitgezonden te krijgen die iedereen uitzet? Ze zetten het uit. Ja. En als het aanstaat, staat het ver op de achtergrond aan. Ja. Niemand luistert naar een reclamespotje. Het is echt de meest onzinnige zut die er bestaat. Doe het op een andere manier. Ja. Laat dan gewoon iemand, een DJ, zelf een reclame maken. En zelf vertellen van, oké, waarom koop jij die bril bij die opticien? Wat dan? Wat dan? Ja, precies. Wat dan dan? Ja. En voel je verantwoordelijk voor de respons. Dat die adverteerder stopt er een hoop geld in. Spot je erin, boem, kijk er niet meer om. De volgende, weet je wel. Het is hetzelfde als een telecom aanbieder. Hè. Ze doen alle moeite om klanten binnen te halen. Maar de klanten die er zijn, die laten ze stikken. Ja. Dus alle mooie acties zijn voor nieuwe klanten. Maar niet voor de klanten die ze al hebben. Nee. Ja. Okay, krom toch. Corrupt als de pest, man. In principe doe je dus geen spotjes? Niet uit principe. Ik wil wel spotjes doen, maar... Maar wat jij net zegt, Peter Teenkamp verdient wel lekker spotjes van de blokker. Ja, dat maakt hem geen reden uit. Flikker erop met jouw spotjes van de blokker. Nee, dat zou je nooit. Schijt eruit, man. Echt. Dat is wel leuk aan jou. Ja, nee, dat vind ik echt gewoon... Dan nog liever gewoon een dag niks te vreten. Dan ja, kijk, als je een hele dikke Audi onder je kont hebt en een hele dure vrijstaande woning, dan moet wel allemaal in stand gehouden worden. Dan moet je spotjes en dan moet je continu van die klote concessies doen. Ja. Aan die lapswansen, waarvan iedereen wil dat ze optieven uit die radiowereld. Heerlijk. Nee, maar zo is het wel. Ja. Het is niet meer, het is al lang niet meer recht. Nee. En dat vind ik zonde. Ja, maar je kan je toch voorstellen, er zit nu een radiobaas te kijken die minder ervaring heeft dan jij. En die denkt, ja, maar als ik die donker van binnen haal, krijg ik leuk. Dan heb ik een hoop geouwe hoer. Krijg ik leuke radio, maar wel een hoop commentaar op hoe ik het doe. Maar daarom zitten die jonge mensen ook bij die omroepen. Die te jonge knulletjes. Die geven geen commentaar. Nee, die zijn zo happy dat ze het geschopt hebben tot daar. Begrijpelijk. En doen er alles voor. Natuurlijk begrijpelijk. Doen er ook alles voor. Ze zijn heel kneedbaar gewoon. Ja. Ze zijn heel kneedbaar. Ja, ik heb zelfs wel eens van een programmaleider... En bang vooral. Ja. Kneedbaar en bang. Het wordt zelfs zo gek. Ik heb een keer van een programmaleider gehoord, bel via. Die zei, nou, die heb ik bij dat radio weggehaald. Die ga ik nu eerst helemaal tot de grond toe afbranden. Zodat ik hem op kan bouwen zoals ik hem wil. Toen dacht ik, oh... Dat? Ik wil dat je namen noemt. Wie heeft dat gezegd? Kan ik niet. Nee. Ik moet om inkomsten denken. Nee. We hangen hem op. Douw. Ja, echt. Maar het gebeurt. Als een dirigent bijna. Ja. Wat een arrogantie, zeg hij. Wat een arrogantie. Ja. Dus de programmaleider moeten we afschaffen, begrijp ik? Nou, nee. Ja, goed, wel in zijn huidige vorm. Ja. Dat moet een coach zijn. Klopt. Je gaat toch ook niet het Nederlands elftal aan het WK mee laten doen en de coach die... De jongens kunnen allemaal één voor één, stuk voor stuk goed voetballen. We hebben geen coach nodig. Hé jongens, come on. Ja. Dus coaching is zo belangrijk. Ja. En dan lopen er inmiddels een hoop rond in Nederland. Want jij hebt binnenkort ook al... Ik ben eens benieuwd wat er gebeurt als je die jongens bij elkaar zet. En die mag ik daarbij zijn? Natuurlijk. Ja. Vinkervee. Oké. Nou, dat wil ik wel. Langs, graag. Ja. Gaan we eens over radio bomen. Ja. Tot slot, wat mij daar nog opvalt. We hebben het over het Nederlands elftal. Als je daar dishockey zou laten voetballen. Dan werden het allemaal soort van BV'tjes in het veld. ZZP'ers. Ja. Maar ja, die worden tegenwoordig wel het meest ingehuurd. Bijna niemand wordt meer bij een radiostation in vaste dienst genomen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Dat hoeft ook niet. Je mag best wel een team van DJ's hebben die ZZP'er zijn. Maar ik vind wel... al die stations die we hebben in Nederland, die pretenderen allemaal hun eigen bestaansrecht te hebben. Hè? Want wij draaien dit. Er zijn maar een paar zenders die enig bestaansrecht hebben. Slam is er daar één van bijvoorbeeld. Omdat het, die profileert zich echt. Mm-hmm. Maar die andere zenders zeggen zich ook allemaal te profileren. Maar ondertussen worden er druk DJ's van de ene naar de andere uitgewisseld. En als dat allemaal zo uitwisselbaar is, waar is dat profiel dan nog? Ja. De identiteit van een station. Ja. Ja. In onze tijd moest je er niet aan denken dat je ook nog op twee andere stations te horen was, toch? Dat werd verboden. Er werd gezegd van, dat kan niet. Ja, maar ik vind ook, ik ben wel heel trouw wat dat betreft. Ik ben bij Radio 10 altijd wel heel trouw geweest. Ja. Loyaal. Loyaal. Ja, dat is een beter woord, ja. Nee, maar je gaat ook voor een club. Ja. Je voelt je ook maar loyaliteit, daar wordt keihard afgestraft.
Dit klinkt wel een beetje zuur, maar dat is misschien ook wel omdat het mezelf is overkomen. Ja. Loyaliteit wordt gewoon genadeloos afgestraft. En dat is jammer. Kan jij nog nu naar een Radio 10 luisteren of naar een doet dat te veel zeer? Omdat je er zo lang zelf je hart en ziel in gestopt hebt. Nou, zeer doet het niet. Nee, ligt het op mijn lachspier eigenlijk wel. Ik zie iedereen toch die krampachtige omhoog proberen te houden. 10 bordjes op de 10 bordjes omhoog proberen te houden. Je weet, als ik even kijk, dan zie ik ze één voor één naar beneden kletteren. Je hoeft er maar op te wachten. Wat bedoel je met bordjes? Ja, je kent die oude trucs toch wel. Het podium, zo'n lange ijzeren staaf, en er zit een schoteltje op. En, en die man die kon dan 10 van die schoteltjes omhoog houden. Dat is eigenlijk een beetje wat... Maar wie doet dat dan nu? Wie bedient die schoteltjes De DJ's. Of, goed, iedereen probeert op zijn manier omhoog te houden wat hij verworven heeft. Oh zo, ja. Dat is een krampachtige beweging. Ja. En die staat ook niet toe dat er iets nieuws bij komt. Ja. Want zodra je je aandacht ervan afhaalt, klettert er zo naar beneden. Oh, dus het is meer een soort crisismanagement. Een soort, we hebben wat we hebben. We gaan niet experimenteren met de donderen die bordjes. Ja, dat kan niet. Nee. Het is gewoon een bubbel. Een bubbel. Een virtuele bubbel, ja. We zullen zien waar het naartoe gaat met alles en iedereen. That's what we do. Ja. Bedankt voor dit leuke gesprek. Wil je zelf nog iets toevoegen dat je zegt? Nee joh. Je hoeft dat. Dit verhoor was... Vind je het zo? Nee, ik vind het een mooi gesprek. En wie zou de volgende moeten zijn? De naam Luc van Rooij is net gevallen. Het is ook een man met een hoop radioverhalen natuurlijk. Weet je dat ik... Zeker. Iedereen heeft een verhaal. En ik vind, en ze zullen allemaal even boeiend zijn. Ik ga in ieder geval straks eerst even die van Inkel terugluisteren. Ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft. Ik volg hem namelijk wel. Peter Holland heb ik... sinds 2009, 10, niet meer gezien. En we waren innig met elkaar de laatste jaren bij 10. En ik ben benieuwd hoe het met de motherfucker gaat. Dus, Radio M tegenwoordig. Ja, maar ik heb hem niet meer gesproken, niet meer gezien. En ik ga binnenkort stap ik in de auto, dan rijd ik naar hem toe. En dan ga ik eens kijken hoe het met hem gaat. Okay. Maar er is ook wel iemand die hier wat over kan vertellen. Ja, oké, zetten we op de lijst, dankjewel. Heel goed. Hey. Yo, man. Yo.